Goedenavond allemaal. Hey Esther, hey Robbie. Leuk dat jullie allemaal even kijken. We gaan Euro Truck Simulator spelen. Al mijn instellingen zijn weer allemaal naar de sodemieter. Dus ik moet even het spel eerst even opstarten voordat ik verder kan. We gaan die even weghalen. We gaan die even weghalen. Ik ga heel even opstarten. En gaan we weer spelen, jongens. We gaan weer lekker Euro Truck Simulator spelen. Heb ik zin in. Tijd niet gedaan. Ja, ik heb er gewoon weer zin in. Ik ga hier ook een video van maken. Zoals jullie de video bekijken. Leuk dat je kijkt naar een video. Simulatie 1. Cars are not allowed for players. Oké. Nou en dan. Doorgaan. Ik speel toch niet met een auto. Ik speel alleen met. Krijg ik dat weer te zien? Wat is dat dan? 8-7. 9-35. Kan mij het schelen. Spel laden. Oh jongens. En hoe is jullie dag geweest vandaag? Hoe is jullie dag geweest vandaag, jongens? Nee, dat doet hij niet. Jammer dan. Eens even kijken. Hop. Appelkap. Waar zitten wij? Wij zitten over. We zitten daar ergens. Ook leuk. Heel rustig vandaag, kijk. Voor mij ook. Voor mij was het ook lekker rustig. Gewoon echt lekker rustig dagje gehad vandaag. Heerlijk. We zitten vlakbij Hannover. Gewoon even snel reizen. Hannover. We gaan even kijken. Dan moeten we eigenlijk een vracht hebben die begint bij Hannover. Kijk, dat zijn deze dus allemaal. Plotsklaps. Dat zijn ze allemaal. Kijk, ik wil eigenlijk even van prijs. Kijk, de ding is 23 uur 9. Hoeveel kilometer is dit? Blop. Levert. Resterend. Dat is wel een leuk stukje zo. Opdracht starten. Je hebt een levering afwachting. Je moet afronden voordat je de nieuwe kan bezien. Ik zie je huidige taak. Wat gaan we nou weer krijgen? Stoppen ermee. Of voortzetten. Zullen we gaan voortzetten? We gaan gewoon even kijken waarvoor het zetten. Ghost mode. Oh ja. Hey, ik zit wel los. Hou je mond, joh. Oeglul. Weet ik veel dat er ineens een of andere piepo ineens kaart aan de cross komt zetten. Een of andere Paulus de cross gebouwd, hè. Maar hoe kan het nou? Want normaal, als je op L drukt, gaat de lamp aan. Ik snap niet waarom mijn lampen nou uit zijn van mijn auto. Hier, turn je headlights on. Zie je, anders word je weer gekikt in 15 seconden.
super irritant. Waarom doen mijn lichten het niet? Ah. Waarom doen mijn lichten het niet, jongens? Hier, lichtmodi L, groot licht K, zwaai licht O, luchthoren. Hier, mijn gewone lichtmodi is L. Nou, daar heb ik dus net op gedrukt. Secundair. Ja, wat zullen we secundair doen? Die? Retarded verhogen. Nou, dat interesseert me helemaal gereed. We doen gewoon dat. Oké. Even kijken, terug naar het spel. Ja, kijk, zie je nou dat hij wel aan. Hoppa. Zo, moeten we er even eentje aangekroost. Als hij nou weer gaat zeggen dat mijn licht uitstaat, dan weet ik het ook niet meer. Hey, kijk eens een beetje uit, joh, Piepo. Oh ja, nee, ben ik goed aan het gaan. Hoppa. Piepo, de clown en mamalo. Moet je nou, joh? Mijn motor uit. Godverdomme. Zo. Maar waarom kan ik nou niet... Even wachten hoor. Waarom kan ik nou niet mijn ruitenwisser aan en uitzetten? Mijn ruitenwisser. Waar zit mijn ruitenwisser nou ergens? Ik had zo'n heel blaadje hier met alle dingen erop en zo, maar... Ruitenwisser P. Ruitenwisser P. Kijk, nou kunnen we wat meer zien, hè? Alleen ik vind dat mijn beeld heel erg raar is. Kijk, ik sta helemaal schuin. Ik zit helemaal schuin in mijn cabine. Maar goed, dat kan aan mij leggen. Ik moet er dadelijk hier af trouwens. Ik ben verkeerd gereden met. Door alle consternaties. Het regent, het regent. Oh, stoppen. Juist, en nou draaien. Gas erop. Ik moet naar Hamburg, dus nu tel ik die kant op. Het lijkt of het toppelt dat je scheef op zit, joh. Ik wil nou dat je scheef erop zit. Ja, dat scheef in mijn cabine zit net. Nou, volgens mij niet. Nu is het volgens mij wel aardig recht. Ik wil even een grote bocht nemen, anders ga ik het niet redden. Oh, 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 oh. Ik ga helemaal verkeerd. Ik ga helemaal verkeerd. Ja, lach toch. Nee, ik heb nog geen vakantie, Esther. Maar ik ben wel thuis. Ik ben ziek momenteel, dus... Ik zit al een paar dagen in de ziektewet. Nou, en dat is gewoon een rechte weg. 163 kilometer, nou ja.
zo weg. Ja, ik ben echt ziek. Ik had zelf zo. Ik was zelfs zo ziek dat ik mijn. De zijkant van mijn rug heb ik zeg maar overbelast met hoesten. Ik ga er nog een vlog over maken hoor. Ga ik alles vertellen. Hoe het komt. Nou ja, niet hoe het komt, maar. Kom ik zo. Ja. Dus. Voorlopig even de ziektewet in. Helaas. Ik ga ook morgen nog niet werken. Ik heb nog te veel last van zijen om te werken. Dus. Voorlopig zit ik nog even ziek thuis. Dan is dat me. Ja, dat ik weer een beetje opgeknapt ben. Ik kan ook heel slecht slapen s'nachts. Dus. Nou, leuk man. Even een beetje Eurotruck Simulator weer. Dus ik moet er wel weer even inkomen. Dat zag je maar weer, hè. Ik moet er wel weer een beetje inkomen. Die trouwens wel praat, oh dat mijn groot licht. Mijn tank zit aardig vol, dus ik hoef nog niet echt te tanken. Best wel een volle tank heb ik. 110 kilometer en dan moet ik dan nog 1 uur en 50 minuten over doen. Hoezo? Als jij 100 kilometer rijdt, heb je daar toch geen 1 uur en 3 kwartier voor nodig, lijkt me. Heb je zo weg? Oh nee, mijn motor is defect. Shit, hé. Man, waarom is mijn motor defect? Wat een bullshit. Ik heb hele lichte schade aan de onderkant en dan zegt hij dat mijn motor defect is. Waarom? Echt bullshit jongens, 85 kilometer en anderhalf uur. Kan gewoon niet. Het langste wat ik doe is 81 kilometer, dat is ongeveer vanaf mijn huis naar de Efteling. En daar doe ik een uurtje over. Nou, ik ga gewoon proberen om het te halen. Ik laat de vlieg gewoon aanstaan. Dat vind ik gewoon makkelijk. Want ik met mijn eigen auto rijd ik altijd overdag mijn licht aan. Ja, morgen blijf ik thuis. Nikki! Alles goed? Nu zeg ik het. 50 kilometer en dan doe je dus bijna een uur over. Dat is echt goed. Dat komt gewoon niet. Zie je uit de toetriel? Ja joh, ga nog een keer toetriel. Toeten nog een keer. Ga maar lekker toeten. Waar moeten we die kant op trouwens? Even een beetje zachter rijden. En wij gaan deze kant op naar Hamburg Centrum. Maar kan het dat ik daar nog drie kwartier over rijd? 45 minuten geeft hij aan op de navigatie. 35 kilometer. Dat is echt gewoon bullshit. Netjes. Kijk. Hier moet ik dadelijk alweer af. Hamburg Centrum. Rob Charles. Ja, inderdaad. Rob Charles. Ruby Charles. We gaan hem gewoon Ruby Charles noemen.
bizar is. Rob, je bent bij deze ben je gebombardeerd als Robbie Saarloos. Ik vind eigenlijk dat je moet verhuizen. Ik ga gewoon lekker in Saarloos wonen, dan kunnen we zeggen Rob uit Saarloos. Rob uit Saarloos. Zo, het is wel druk jongens. Dat zie je aan de blauwe puntjes. Oh! Ah, ik zit niet op te letten. Hou je bek, joh, met je toeter. Ja, ja, blijf toeteren, joh. Je zit er echt een spelletje van te maken hier met die klotsen. Oh, ik ga door het rode licht. Oh! Robbie Saarloos. La 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 la. You have entered the city. Je zit er nou de hele tijd achter me, joh. Nee, er zit niemand achter me. Ik heb echt een keer het gevoel dat iemand achter me zit. Oh, ja, dan kan ik ook lekker het stoplicht zien. Dus ja, dan kan ik het stoplicht wel zien. Door mijn vaantjes heen kan ik het stoplicht nou zien. Ik mag weer rijden. Oh, ik mag weer rijden. Centrum van Hamburg. En weer een koekwoutje zitten toeteren. Ik moet ook nog zo'n tweede klaksel hebben, maar waar ik die nou weer gelaten heb, weet ik ook niet. Ik ga gewoon even die kant op. Kan ik, ja, zo kan ik het stoplicht niet zien. Jeetje, die had de klakson volgens mij echt voor zijn verjaardag gehad. Voor mij had hij die klakson echt voor zijn verjaardag gehad. Ja, ik moet er echt weer opnieuw in komen, jongens. Ik heb het echt, dat heb ik al zo'n tijd niet meer gedaan, Eurotruck. De laatste keer was in december, denk ik, vorig jaar. Ik heb voor het laatst Eurotruck gespeeld. Ik moet er echt weer helemaal in komen. Moeten we helemaal opnieuw inkomen. Oh. Ik ga dadelijk wel eerst eventjes, als ik mijn vracht heb weggebracht, even mijn truck laten fixen, want die is aardig naar de donder. Oh. Daar heb je hem. Daar heb je hem hoor, ga je hem. Boek. En ik heb hem. Ja, een half jaar niet gespeeld, hè? Nee, daar ben ik nu, Hamburg. Ik ben in Hamburg. Ik ben in Hamburg. Nee, ik ben in Hamburg. Hamburg. Ik ben in Hamburg. Oh jongens. Oh, ik heb weer een vertragingsboete gehad. Oh, verschrikkelijk. Wat is makkelijker, Nick? Ik moet zo mijn neus sluiten. Zit hier ergens een... Zit hier ergens een dinges in de buurt, een, iets waar ik mijn vrachtwagen kan repareren. Kijk, die gaat voor zo mee. Zou ik dus even een end op?
kat er trouwens doorheen. Nee, dat is gemeen. Dat is maar niet. Zie je, dat was hem, de end was het. Ja, ze zijn best duur, inderdaad. Dat is helemaal waar, Robby. Dat is helemaal waar, Os. Dat is helemaal waar. De kaart. Ik ben nou hero. En ik moet even hero, moet ik eigenlijk even heen. Voor mijn truc te laten repareren. Dat zou wel makkelijk wezen. Ik wil even mijn vrachtwagen laten repareren, jongens. Anders ga ik dat niet redden. Anders ga ik dat niet redden. Het is druk. Het is druk bij. Kennen die er nou in of niet? Ik had er een heleboel te wachten. Ja, ik ben er toch nou, in. Oh ja, ik ben er nou. Even kijken, service. Ik wil even repareren. Godzimijne. 19.000 schade. Lekker hoor. Dat schiet lekker op. Even kijken, heb ik het nou gerepareerd? Ja, hij is gerepareerd. Voor de rest niks. Voor de rest niks. Even hier neer. Zo, dan gaan we eens even kijken. Oh, moet maar even toch. Top aan. Gaan we eens eventjes kijken voor een nieuwe rit. Ik wou eigenlijk een leuke rit doen vanaf de externe contacten. Wou ik een leuke dingen doen. Mercedes is scheid. Dat is de Scania. Ja. Dat zijn inderdaad andere spelers. Ja, klopt. Ik speel het online, speel ik het. Ik ben nu de online versie aan het spelen en dan speel je dus met andere spelers speel je. De meeste waar ik geld aan kan verdienen is deze. Deze. Zo, dat is wel een end rijden. Van Berlijn naar Tsjechië en dan langs Slowakije naar Hongarije. Zullen we die gewoon doen? We gaan hem gewoon doen, jongens. Een man. Nee, man. Geen man. Nee, joh. Geen man.
En trouwens, wat is er mis met deze Mercedes? Moet je kijken hoe vet die is. Ik vind hem echt vet hoor, deze auto. Of deze vrachtwagen. Ik moet verder. Ik moet de dadelijk daar. Ik zie het al. Zo. En dan gaan we gewoon die kant op. Wel even op S druk komen toe. Of nee, op W, want anders ga ik het vooruit. Juist, en dan koppel ik hem even vast. En dan kunnen we vertrekken. Zo. 1175 kilometertjes. Dat is een aardig ritje, hè? Kwart voor acht op een vrijdag, dus ik kan nog eventjes een lekker dagje even door crossen hier ook. Het is echt druk hier in Hamburg. Al die blauwe puntjes die je ziet op het scherm, dat zijn allemaal andere spelers. En eigenlijk net zoals in het echt, bij alle grote steden, daar is het best wel druk. De snelweg heb je niet echt heel erg gauw met anderen te maken, af en toe. De meeste waar je andere spelers tegenkomt, dat is in de stad eigenlijk. En buiten de stad ja, kom je wel tegen op de snelweg, maar dat is niet zoveel als in de stad zelf. De stad zelf is altijd echt het drukste. Ja, ik mag rijden uit top 4. Hamburg uit. Zo, we zijn Hamburg uit. Tweeënhalve dag, oké. Goedenavond trouwens, Frank, goedenavond.
Nou, gas erop. Yes, so. Berlijn, dat is fijn. Kijk, er komt er een andere speler aan. Trouwens, een weg die ik nog nooit gereden heb. En weet je hoe je dat kan zien? Kijk, je ziet naast mijn rode pijl op mijn navigatie, zie je een geel balkje. Kijk, en dit is allemaal nog grijs. Kijk, en nu wordt dat allemaal geel. Eigenlijk de grootste missie van dit spel is gewoon om de hele kaart gewoon helemaal geel te krijgen. Dat je gewoon overal van weet. Eigenlijk gewoon heel de map. Helemaal, zeg maar, helemaal verkennen helemaal. Hij geeft nog 15 uur aan. En 49 minuten. Kijk, dit rijdt het lekkerste. Gewoon, hup. Een lange rechte weg. Hier kan je gewoon lekkere kilometers maken. Gooien. Ik ga gelijk even vol.
aardig wat in, maar goed. Ik moet er voor de zekerheid een vervolg gooien. Uit. En dan gaan we even tanken. Hoeveel liter gaat erin? Nou, er gaat toch best wel aardig wat liter nog in hoor. 273. Ik moet in totaal 597 euro'tjes betalen. Mooi. Ik ga heel even wat te drinken pakken hoor. Ik heb echt een droge bek, jongens. Dat wil je niet weten. Ja, leuk spel hè, Esther. Ja, ik vind het echt een leuk spel. Ik snap ook niet waarom ik het... Ik snap ook niet waarom ik het niet vaker speel. Ik moet dit gewoon vaker spelen. Het is echt gewoon een leuk spel. En een broodje bal eten. Ja, dat eigenlijk ook, hè. Dat eigenlijk ook, ja. Een lekker broodje bal erbij. Lekker, hoor. Een lekker broodje bal. Ah... Zo, nou, het broodje bal is op. Het broodje bal is op en ook virtueel mijn colaatje. Cola heb ik hier net ingeschonken, maar virtueel heb ik gegeten en gedronken. We gaan gewoon weer verder. Ja, we gaan gewoon weer verder rijden, jongens. Weet je wat ik ook lekker vind? Ik vind zo'n gehaktstaaf vind ik altijd lekker. Heerlijk. Zo lekker de gehaktstaafie. Hup, ik heb betaald. Voor de benzine. Of voor de diesel. Ja, voor de benzine kan ik wel betalen, maar daar heb ik niks aan. Voor de diesel. Voor de diesel is het. Zo, dit is wel een... Jeetje, je moet de hele parkeerplaats door, joh. Parkeerplaats door. Zo, hier krijg ik echt een beetje error van. We rijden gewoon even zo. Het gaat een stuk makkelijker. Het is toch stil op de parkeerplaats. La 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 la. Met friet zeggen we, Robby. Met frietjes. Dat is ook lekker, met frietjes. Maar ik kom alleen maar tegenliggers tegen voorlopig. Ik kom nog niet echt mensen tegen die aan mijn kant van de weg rijden, zeg maar. Het is lekker rustig op de weg, is het. Het is lekker rustig op de weg. Af en toe even de tegenligger. Ja, ik vind dit zo'n fantastisch spel. Het ziet er zo verschrikkelijk mooi uit. Ik vind dit echt een geweldig spel, dit. Echt geen spijt van dat ik deze gekocht heb. Echt, ik vind dit zo'n gaaf spel, dit. Er weer eentje tegen, maar weer een tegenligger. Ja,
betaald. Gewoon betaald. Wij in Rotterdam zeggen gewoon betaald. Het is gewoon betaald. Betaald. Nou, ik ga niet weer stoppen. We hebben net al een pauzetje gehad. Dus we gaan nou even lekker doortuffen. Even wat kilometers even wegtikken. Weer tegenliggen dan. Sommigen toeteren terug, sommigen niet. Leipzig, Berlijn. We moeten deze kant op. Even wat gas terugnemen, want we gaan weer veel start die bocht door. Ongeveer 80 mag hier. Ah, maar ja, 70 is dat moet wel kunnen. Maar ik neem gewoon voor alle zekerheid, gewoon even een beetje gas terug. En nu mag gaan weer 120. Hier krijg je weer zo'n rare, je moet weer zo'n rare bocht maken dadelijk. Oh, daar had ik in het begin moeite mee met deze bocht. Nam ik altijd de verkeerde baan als ik een bocht moest nemen, nam ik altijd de verkeerde baan, nam ik altijd. Maar dat gaat nou een stuk beter. En moet je eens kijken, we zaten net boven de 1000 kilometer, 1100 kilometer of zo. We hebben er nu al bijna 900 om maar te gaan. Wel even wat gas terugnemen, Marco. Dat lijkt me wel handig. Dat ga je nooit met vol vermogen door de bocht, ga je dat niet redden. Hoppakee. Gewoon, ik neem gewoon de volle baan, neem ik. Nou, kijk, nou komen er een paar achter me aan. Oh nee, die gaan rechtdoor. Volgens mij niet achter me aan. Ja, ik mag weer.
Ja, klopt. Dat kan ook. Je kan ook in een team rijden. Ja. Dat klopt. Maar ja, ik ben haast de enige van de groep met de computer, dus ja. Dat is wel jammer, weet je wel. Kijk, als meerdere mensen een computer hadden gehad, ja, had dat wel leuk geweest, weet je wel. Dan kun je lekker konvooien met z'n allen. Dat is wel leuk. Ah, oh, mijn neus, jongens. Groen is die. Ja, dat is echt leuk, Rob. Echt gaaf is dat. Echt leuk. Kunnen we lekker konvooien met z'n tweeën. Leuk hoor. Ja, Eurotruck 2 is echt een geweldig spel, echt waar. Blijft een fantastisch spel, hè, jongens. Ja, klopt. Klopt, er zijn er meer die dit spelen. Ja. Ik volg er ook een paar op YouTube die dit spelen. Ja. Klopt, er zijn er een heleboel. Zijn er. Ik volg er twee of drie of zo volg ik. Dit spel elke keer spelen. Bijna elke avond een livestream van Eurotruck Simulator. Oh, ik zit nu op te letten. Ik zit op de chat te letten. Zie je wel, dan ga ik een fout maken. Oké, Esther, welterusten. Bye bye. Leuk dat je even gekeken hebt, Esther. Ik vond het echt leuk, vond ik het. Echt een geweldig spel dit, jongens. Echt goede games heb je echt op de PC.
En hier hebben we dus weer een stuk waar we nog nooit eerder gereden hebben, want dit wordt weer allemaal geel, wordt dit allemaal weer. Als het balkje naast je geel wordt, of ja, nog niet geel is en geel wordt, dan is dat, is dat een route wat je nog niet eerder gereden hebt. Even tellen, eventjes. Even mijn
drinken bij schenken, want ik heb een droge strot, dat wil je niet weten. Zo. Ik ga even wat drinken bij schenken, jongens. Ik wil even, af en toe even de keel smeren, hè. Oh, ik ben volgens mij al bij de grens, joh. Ik ben al bijna bij de grens. Oh, of dat ik daar een keer naartoe ga, ja, dat weet ik nog niet. Dat weet ik nog niet, hè, jongens. Dat weet ik nog niet. Is wel leuk. Is een keertje weer wat anders, hè. Zou wel leuk zijn voor mijn YouTube-kanaal. Ja, ja, dingen heb je ook, Rob. Je hebt ook die farm simulator heb je ook voor de PC. Dus dat is ook wel leuk. Ja, dat zijn best echt leuke games hoor. Komt er weer eentje. Gaat die lopen irriteren? Nou, hij rijdt gewoon door. Goed zo. Ik wil zeggen. Super irritant. Dan moest hij hier bij de grens wel weer drukker. Ah, oh, de Duitse-Tsjechische grens. Tsjechië. We zijn in Tsjechië, jongens. En kijk dat uitzicht, jongens. Oh, 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 oh. Mooi hoor. Prachtig dat uitzicht. PlayStation weg te doen om een PC te hebben. Ik heb ook een PlayStation, maar ik heb ook een PC. Ja. Nee, dat kan je gewoon allebei houden. Praag ontdekt. Nee, ik was hier nog nooit eerder geweest. Praag.
grote stad in. Kijk eens, allemaal blauwe dopjes hier weer. Dat betekent dat er allemaal weer spelers zijn die hier in het spel zitten. Nou, hier het treetje op de weg zomaar gezet. Ja, net als in het echt eigenlijk, hè. Langs de grote wegen is het druk en op de wegen ertussen is het eigenlijk lekker rustig.
soort tering. Rechtdoor, hè. Er is ook weer een video van gemaakt en die komt dus op mijn YouTube kanaal. Deze stream ga ik later wegdoen. En dan maak ik gewoon weer een compilatievideootje van. En die komt weer op mijn YouTube kanaal te staan. Yep.
Robby. Is goed, Robby. Helemaal super, jongen. Wel rustig voor strakkies. En ik spreek je. Ik maak deze ronde even af. En dan ga ik ook. Ga ik hem ook zo neer leggen. Ja, ta ta da da ta da da ta 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 da. Tsjechië zetten we wel. Oh, we waren in Oostenrijk, hoe zit het in Tsjechië? Bratislava. Oh, we moeten rechtdoor hier trouwens. Ja, perfect. Perfecto mundo. In de aquamundo. Oké, Robby, groetjes. Welterusten. Bye bye. Hoi. Zo. Oké. Nou, we kunnen al aardig door met de kilometer. Met de kilometer. Dit ritje eigenlijk wel even afmaken, dan ga ik hem ook niet leggen. Bratislava ontdekt. Ja, eigenlijk moet je hier dan weer helemaal doorheen rijden. Dan heb je echt heel Bratislava. Maar goed, wij rijden gewoon lekker door, want we hebben nog een aardig kilometer te maken. 260 kilometer nog. En dan zijn we op de plek van bestemming.
Bulgarije. Oftewel Hongarije. Ik ruim verkeerd. Ik ben voor mij verkeerd gereden. Chips. Ik ben verkeerd gereden, jongens. En nu? Ik zoeken waar ik kan draaien. 335 kilometer, ja, dat ga ik niet doen. Ik ga even kijken dat ik hem ergens kan draaien. Maar waar zou ik hem ergens kunnen draaien? Waar heb je ergens een plekje waar je hem kan draaien? Oh, ik zie een mooi plekje. Ik zie een mooi plekje, jongens. Oh, kan ik er niet draaien? En ik ga echt niet heel al die kilometers helemaal omrijden. Die heb ik echt geen zin in. Hoppakee, ik draai gewoon lekker. Kijk, zie je, dat scheelt wel weer. Dan zal ik weer helemaal 300, 700 omrijden. Schijt eruit, man. Hoppakee. Dit gaat een stuk beter. Moet je even slim zijn. En dan moet je gewoon even stiekem draaien. Ze zeggen wel eens wie niet sterk is, moet slim zijn. Hè? Dus bij deze. Heel even wat doen. Ik zet hem heel even uit. Ik moet heel even wat doen. Even snel het pak. Ja joh, idioot. Je kan er ook omheen zakken was, zeg. Jeetje, wat een idioot, zeg. Je kan er toch omheen? Waar moet je nou precies dwars door me heen of zo? Moeilijk, hè? Wat een flapperhol. Hij komt tot passeren, hè? Hier, nou gaat het me passeren, flaptrol. Idioot. Mafkees. Octava, een of andere dronken pol of zo, weet ik veel wat. Ja, ga maar gauw rijden, jongen. Ga maar gauw rijden. Ik hoop dat je een lekker band krijgt. Oh nee, dat kan niet. Voor mij zit dat er niet in het spel, een lekker band. Het is nou niet meer zo heel eind rijden. Het is
nou nog maar een klein stukje. Och. En dan zijn we weg. Even kunnen tanken eigenlijk even. Wacht even, ik ga even een klein stukje achteruit rijden. Gaat dat lukken? Gaat dat stiekem? Ik kan stiekem achteruit rijden. Als ik jou recht hou, dan moet dat kunnen. Ho. Nee, niet achteruit rijden. Wat een mafklapper. Nee, niet ontkoppelen. Koppel hem dan maar weer aan. Koppel hem dan maar weer aan. Ik ben benieuwd, jongens, hoeveel liter erin gaat. Maar 386 liter. En ik ben een. Dieselprijs is 1,28. Ik ben 494 euro'tjes kwijt aan brandstof. Nou. Dat is wat, jongens. Dat is wat. Dus, ja. We gaan gewoon verder rijden. Veertig kilometer, dus ach, hè? Ik heb in ieder geval weer een volle tank. Heb ik weer. Mooi!
af. Zo, nou, toch weer eventjes snel gedaan, hè jongens. Toch weer even lekker even een stukje gereden. En nog best wel lang volgehouden. Zo, 93 minuten. Dus lekker man, even lekker een stukje gereden. Maar ik kom dadelijk weer bij een stuk waar we de weg af moeten en de weg onderdoor moeten. Die afslag die komt nu, dus die moeten we even pakken. Kijk eens, hoppa. Dan gaan we die kant op. Dat dacht ik al. Te ver doorgereden. Netjes. En nou gewoon netjes rijden. Juist. Naar voren. Afraffelen, gewoon netjes rijden. Hoppakee. En ik zie het vlaggetje al hoor. Ik zie het vlaggetje al. Ik zie het vlaggetje al, jongens. Wow. Opverdomme. Dieve zooi. Ik weer heel even niet op te letten. Hè? Budapest ontdekt. Nou, gaan we later in de volgende dag. Oeh, ik ga door het rood heen. Nou, er komt toch niemand aan. Niks gezien, niks gezien. Niks gezien, niks gezien. Niks gezien. Dan gaan we volgende keer gaan we even Budapest ontdekken. Dat is best wel leuk. Punk. Enter. En we slaan nog gewoon over. Ik heb haast. Kom uit, verrotten. Hoppakee. Nou jongens, god, is Rob, is Nick weer bezig hoor. Nick. Super. Doorgaan. Lange afstand hebben we al gedaan. Milieuvriendelijk rijden, dat is 3. Dat bestaat 20% brandstof bespaart tijdens het rijden met opleggen. 20% brandstof bestaat tijdens het rijden zonder opleggen. Laten we maar eens milieuvriendelijk doen. Lijkt me wel leuk. Hoppakee. Nou, jongens, dat was hem weer voor vandaag. Ik hoop dat jullie. Wat gebeurt er nou allemaal, jongens? Het is wat, hè? Het is wat, jongens. Het is wat. Nou, we gaan even kijken. Ik ga even dit ga ik even afsluiten. Dit was de laatste rit.
Die is alweer weg. Afsluiten die op. Afsluiten de boel. En dan gaan we hem neerleggen, jongens. Gaan we hem weer neerleggen. Ik was weer een leuk. Ja, ik vond het wel weer leuk. Ik heb het wel weer naar mijn zin gehad. Ik hoop dat jullie het ook naar je zin gehad hebben. Dus ik vond het in ieder geval weer hartstikke leuk om te doen. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken, jongens. En dan zou ik zeggen, jongens, vonden jullie deze video leuk? Doe nog even een duimpje omhoog. Hier komt nog een video van. En dan gaan we later weer verder spelen. Jongens, groetjes en tot de volgende.